Welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Jullie. En vandaag hebben wij opnieuw een superleuke challenge voor jullie. Iets wat jullie waarschijnlijk nog nooit gezien hebben. Waarschijnlijk nog nooit gedaan hebben. Wij hebben het ook nog nooit gedaan. Maar eerst Merry Christmas iedereen. Ja, zalig kerstfeest. Van mijn trui? Heel mooi, echt waar, ja. Ik vind hem ook heel mooi. Ik dacht dat er Merry Christmas op stond, maar nee, het is echt wel mooi, ja. Dank u wel. Rendieren en kerst. En mijn trui? Ja, die is niet zo kerst, hij is wel rood. Hij is rood, ja. Hij is rood. Anyways, voor hoeveel likes gaan we op deze ongeziene challenge? Oeh, we gaan voor 25.000 likes. 25.000 likes en vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal, want we zijn op weg naar de 550.000 abonnees. Echt crazy. En dan komt er een giveaway die jullie ook nog nooit gezien hebben, denk ik. Ja. Gaan we eraan beginnen? We gaan eraan beginnen. Woe. En voor we beginnen hebben we een leuke challenge voor jullie. Ja. Het is kerstmis, dus kerstmis zit vol verrassingen. En wij gaan een papiertje in een normale ballon stoppen. Straks is het een extreem grote ballon. Ja. Dit is een normale ballon. We stoppen dit erin. We vullen deze met helium. En hierop staat een geheime code genoteerd. Jullie kunnen het niet zien. En de challenge is heel makkelijk. De persoon die deze ballon vindt, met dit kaartje in, stuurt gewoon naar semizakelijk@gmail.com. Deze code door en dan krijg je van ons een enorme verrassing. Yes! De code gaat in de ballon. Huppa. Zo, die zit erin. En nu opblazen. Oh, lukt het? Met helium. Yes. Ja! Dus wie deze ballon vindt, stuurt gewoon een mailtje naar semizakelijk@gmail.com. En ja, veel succes. Met de code natuurlijk. Ja, met de code. Oké, laten we gaan. Oh, is weg. Daar vliegt hij. Oh, die is echt al heel erg ver. Veel succes iedereen. De ballon is weg. Ja. We gaan eigenlijk volgen, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Het zou wel leuk zijn. Zo. Ja, maar je kan die volgens mij niet volgen. Nee, dat is echt te moeilijk zo. Dat is wel een challenge. Ja. Misschien nog eens doen. Maar wat is de kans dat iemand de ballon vindt? 1% zeg ik. Ja, ja, echt maar 1%. Maar er is kans. Er is kans, als zeker. Als je de ballon vindt, stuur gewoon de code door naar semizakelijk@gmail.com. Zeker. En voor de video van vandaag hebben we een megaballon. Oh. We hebben echt 1 dag lang op het internet gezocht naar de grootste ballon die we konden vinden. Je hebt natuurlijk luchtballonnen die, ja, ja, waarin dat je kan zitten en zo. Dat zal niet mee. Maar sluitbare ballonnen dus. Ja. En de grootste die wij konden vinden is 3,50 meter qua diameter. Dat is echt groot, degene, hè? Die we hebben opgelaten was 20 centimeter. Dus we beseffen, die is ongeveer maal 20. Oh my god. Dat is echt geschift, toch? Ja. En ik ga even meten hoe groot dit is. Dit is 2,60 meter. 2,60 meter, maar... Dat wil zeggen dat we hebben een probleem. Die we straks gaan opblazen hier niet binnen kan. Maar, oh my, ik kan dat echt niet geloven eigenlijk. Ik kan dat ook niet geloven. Gaan we het gewoon testen? Ja, dat is goed. Maar voor we gaan testen, moeten we misschien eerst alles ontruimen, toch? Ja, want anders gaat het niet lukken. Nee. Maar wacht, misschien moeten we eerst testen of hij effectief groot wordt. Ja, dat is een goed idee. We hebben 3 ballonnen. Dus ja, stel dat die ontploft, hebben we er wel nog 2. Ja, dat is wel goed. Dat is dus niet waar. Ons doel is dat hij niet ontploft. Nee. Dat hij gewoon 3,50 meter wordt. Oh, dat staat op de verpakking. Ik haat ballonnen echt. Kan je je voorstellen dat deze heel deze ruimte gaat vullen? Nee, ik kan dat echt niet geloven. Mee. Daarom gaan we het eerst testen voordat we de woonkamer doen. Ja. Oh. Oh my god! Wow! Damn! Wow! Waar is Michiel? Damn! Stop! Stop, 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 stop! Wat is dit? Ik heb dit nog nooit gezien. Die ballon wordt gewoon groter dan jou. Ja. Hoe dan? Maar kijk, hij moet 3,50 meter worden. Ja. En is het nu ongeveer aan de helft van het huis, is 1,30 meter. Dus hij gaat nog maal 3. Oh, dat kan my ik niet geloven, god. Eigenlijk. Nee, maar ik denk wel dat we alles moeten uitzetten. Hij is super hard, hè? Je moet eens voelen. Oh my god, maar als dit ontploft... Als dit ontploft, zijn we echt doof, denk ik. Ik denk het ook. 3, 2, 1... Wat is dit? Oh my god. Dit is gewoon een ballon. Hoe dan? Het is wel satisfying. Wauw. Oh. Fotoshoot. Ja, ja. Iets dichter, iets dichter.
Ja! Wauw. Oké, okay. Je hebt net zo lang aan je haar gewerkt. Ja. Oh, hij is weer normaal. Ja, bijna. En voor de mensen die zeggen dat dit niet 's werelds grootste ballon is, laat weten in de reacties waar we een grotere ballon kunnen vinden. Ja. En dan gaan we die gewoon opblazen. Voilà. En die is weer klein. Voilà. We hebben ruimte gemaakt. Ja, wow. Ik kan het me gewoon niet voorstellen dat die hier niet gaat passen. Ja, dat snap ik ook. Ik weet het echt niet. Ik heb echt stress eigenlijk. Oké, maar kijk, ik wil dit wel eens proberen. Oh. Dat gaat gewoon niet. Dat lukt niet. Okay. Oh, ik heb stress. Oh. Had het? Ik was echt zwaar verschoten. Nee, maar hoor je zo tuut of niet? Ja, jij. In mijn rechteroor, ja. Oh. Ik ben oké. Niet ongerust zijn. Oh. Maar kijk. En ja. Ik stopte net met blazen, omdat ik al eens wou kijken het. Hoe ver staan we. Ja. Ik hoorde dat de bladblazer uitging. Dus nu ga ik niet stoppen tot hij het plafond raakt. Want eigenlijk moet hij de ballon moet het plafond raken. Oh, ik ben er niet goed van. Oh my god. Gaat het lukken, denk je? Ik denk het wel. Ja. Wil jij het eens proberen? Nee, eigenlijk niet. Sorry. Tenzij je echt niet wil, dan ga ik het ja, wel jawel. Doen. Oké, oké. Okay, okay. Veel succes. Klaar? Ja. Oh my god. Nee! Ondertussen is de ballon alweer leeggelopen. Ah, nee! Ja. Je kan het, kom op! Oh my god! Ik ben echt bang! Ah, ik ben bang! Oh my god! Kijk gewoon! Stoppen. Haal het, leef je nog. Hoor je nog iets? Zeg ja als je me hoort. Ja, ik hoor je wel. Ah. Oh, dit is echt niet gezond. Nee. Maar kijk, er staat echt op de verpakking. Echt waar. Ik ga het nu tonen ook. Hebben we de verpakking nog? Ik denk het wel. Oké, okay, er staat echt op dat hij 3,50 meter wordt ja, in diameter. Inderdaad. Maar dat klopt langs geen kanten, want hij wordt nog geen 2 meter. Nee, inderdaad. Het klopt gewoon niet. Dit is dus de verpakking en zoals jullie kunnen zien, giant balloon 350 centimeter. Nee. Misschien moet je dat nulletje wegnemen en is het gewoon 35 centimeter. Ja, we liggen dus niet, hè. Nee, maar dit is wel niet leuk, want ik dacht dat hij echt groot ging worden. Kijk hoe groot. Het is een kleedje of zo. Ja. Een topje. We hebben allebei, denk ik, een trauma opgelopen van ja, de ballon. Als je het thuis probeert... Ja, ja, je kan het wel proberen, maar doe dan echt iets voor je gehoor te beschermen. Ja, want ik ben echt aan het zweten van de stress. Ik ook. Van de schrik. En voor de laatste ballon, we hebben dus nog een groene. We hebben net getoond dat het normaal wel 350 ja, centimeter zou moeten zijn. Dat is het dus niet, helaas. Maar we gaan hem vastmaken met een rekker en wij gaan op veilige afstand zoeken. Kijken, ja. En wie weet... Gaat deze wel mega giant groot worden? De ballon is wel echt al super groot, hè? In vergelijking met gewoon. Ja, ballonnen. Dit is wel echt de grootste ballon die ik ooit gezien heb. Ja, ik ook. Maar ja, het kan nog groter, hè? Dus pas op mij, we gaan beginnen. Oh. Oh. Oh nee. Waar gaan we? Oh. Oh my god.
grootste. Die was echt de grootste. Maar nog steeds geen 3,50 meter. Oh, ik zweet my god. Helemaal. Ja, ik ook. Alles ik echt... goed met jou? Ja, met jou. Ja, maar ik liep zo. Dat was wel goed. Oh my god. Die ballon heeft zelfs zoveel kracht dat het stuk van de bladblazer eraf geschoten is. Ja, mijn trui. Wat is mijn trui? Ik heb die even afgedaan. Oei, omdat je zweet van de stress. Oké, okay, ja. Geen probleem hoor. Anyways, wij gaan even bekomen ja, van dit challenge. Echt wel. Het was wel leuk, zou ik zeggen, als je ja. de video in één woord kan samenvatten. Hopelijk vonden jullie dit een super leuke ja. video. Als jullie grotere ballonnen kennen die wel groot kunnen worden in de praktijk. Laat het weten in de reacties. Laat het weten in de reacties. Dan gaan wij gewoon die ballon ergens halen. Ja. En gaan wij die ja, gewoon opblazen. Voilà. Bedankt om te kijken. Vergeet niet te liken, yes. te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Video, peace. Morgen. Morgen om 17 uur.